ik was ontzettend boos, want ik zie haar nog steeds, en nu is het 1,5 maand geleden, en nog steeds verdrietig erover, want ze kan er gewoon niet over praten. Toen we eenmaal hoorden waar deze pupjes vandaan kwamen, wat we dus niet wisten. En dat ik hoor ook nog steeds die stem van die Piet, daar heb je dus een goede hond aan. Je hebt een goede hond gekocht. Ja, een behoorlijk bedrijvig druk kantoor. En ik wil wel even uitleggen hoe dat eigenlijk in zijn werk is gegaan. Op een gegeven moment staat er een heel groot bureau en het is een komen en gaan van mensen die dus pupjes kopen. En dan krijg je dus een pakketje, een starterspakket van Royal Canin. En dan ligt het boekje ligt dan zo op tafel. En jij was geld pinnen en dan ligt dat boekje zo klaar met voor ons de bekende stickers, zo op een afstand. En dan denk je van oké, dat ziet er goed uit. Hè? Dat ziet heel bekend eruit. Je ziet ook een klein beetje blauw dan, zag je zo. En op een gegeven moment is de aankoop gedaan en dan verdwijnt het boekje, verdwijnt in het pakket. Dus die buitenlandse tekst, die heb ik helemaal niet gezien. En jij ook niet. Dat hebben we, dat denk je niet bij na. We hadden er trouwens ook nooit van gehoord dat pups zo uit het buitenland kwamen in zulke verschrikkelijke omstandigheden. Nora is overleden zaterdagavond. Toen zijn wij zondags teruggegaan. En toen hebben we gesproken. En toen hebben we ook het geld teruggekregen van de puppy, wat we betaald hadden voor de puppy. En daarmee was de kous af. Het is mislukt en het werkt niet goed en hier is je geld terug. Want daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En niet van het is zielig en dat of dit. Het is gewoon handel. Gewoon handel. Kolen wendde zich tot de dierenpolitie. Nora was dus al besmet toen wij haar mee naar huis namen. Dus ik heb daar naartoe gebeld en ik heb mijn aangifte gedaan. Het is een gesprek ongeveer van 1,5 uur geweest, waarvan ik dus gewoon van het hele begin tot het einde moest vertellen wat er precies was gebeurd en hoe het was gegaan. En daarna heeft zij gezegd, wij gaan in ieder geval hier wat mee doen en wij houden u op de hoogte. En hebben ze dat gedaan? Nee, ik heb helemaal niks meer gehoord. Van Mierlo heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld. En dat heeft niks met geld te maken, want ik denk dat de advocaat duurder is dan wat de dierenartskosten waren. Waar heeft het dan wel mee te maken? Met de emotionele schade die het bij alle mensen aanricht. Ten slotte heeft Kolen nog één goede tip voor iedereen die zelf een puppy wil kopen. Een marktplaats overslaan, dan denk ik dat in ieder geval nu al voorlopig moet gebeuren, want daar wordt gewerkt onder zoveel verschillende namen. Dat is niet alleen de heer, maar dat zijn ook onder andere namen die allemaal via het één groot netwerk. En die adverteren op Marktplaats en die maken de prachtigste, leukste verhaaltjes. En zetten er leuke foto's bij en dan zie je pupjes op het gras lopen. En je ziet, maar het is niet waar. Het is niet waar.